De volksgezondheid moet niet kapot gemaakt worden voor persoonlijk gewin. Woorden van Antoine Elias vanmorgen na zijn beëdiging als minister van Volksgezondheid. Volgens de bewindsman moet deze sector door een ieder getrokken worden, omdat het belangrijk is dat de samenleving een goede zorg krijgt. Hij reageert hiermee op de vraag hoe hij zal omgaan met de problemen in de sector. Met z'n allen, of je nou pers bent, oppositie, specialist, schoonmaakster. Het is een keten. Het is één wiel die wij met z'n allen met heel veel keer moeten gaan stoten. Zodat wij voor Suriname een goede gezondheid hebben. Ik mag u wel zeggen hoor. Ondanks de crisis zijn wij qua gezondheid op een vrij hoog plek hier in het Caribisch gebied. En ik mag u ook vertellen dat wij topspecialisten hebben. Alleen moet misschien hier en daar wat geherevalueerd worden. Maar natuurlijk moet er ook geld zijn om het te betalen. Elias wil Suriname weer gezond maken. De bewindsman zegt dat er met het weinige dat beschikbaar is veel bereikt moet worden. Kijk, goede tijden, slechte tijden. Ik weet dat er tijdens Bouterse 1 heel wat geld ook is gepompt in de sector. Dus ik denk dat we dan met middelen die we hebben, middelen die er zijn, eruit zullen komen door heel zuinig in eerste instantie om te gaan met dat geld. Maar ook de koek op een goede en rechtvaardige manier verdelen. En als er iets minder koek is, krijgt iedereen een hapje minder. En wanneer er weer veel koek is, krijgt iedereen een dubbele hapje erbij. Ik heb deze functie met een goed gevoel aangenomen, dat zei Antoine Elias vandaag na zijn beëdiging als minister van Volksgezondheid.